dus gewoon door Nijmegen aan zee. En ik was op een gegeven moment... Ik was op weg naar mijn repetitieruimte. Dat was het. Ik huur dan de zolder van een pakhuis en daar repeteer ik. Dus dan oefen ik grapjes en dan lacht er niemand. En dan heb ik een beetje een idee van hoe dat in de praktijk gaat uitpakken. Ik noem dat zelf de Mark Rutte-ruimte sinds kort. Maar ik liep daar naar boven. Dus het pakhuis, vier hoog. Dus ik loop zo vier trappen op. En bij de bovenste trap, uit het niks. Gewoon de laatste tree. Ik stap naar boven en in één keer uit het niks. Het schiet in me, maar echt alle spieren tegelijk. Dus een kramp van alle kanten. En zelfs ademhalen. Dat leverde alweer pijnscheut op. Ik wist niet wat er aan de hand was. Hè. Niemand had mij ooit verteld hoe dat voelt om door je rug te gaan. Dus ik dacht gewoon, wat elk normaal mens denkt op zo'n moment. Ik ga dood. Ik dacht, dit was het. Ik moet even gaan zitten. Nou, toen ging ik zitten. Toen kon ik al niet meer opstaan. Ik dacht, oh, het gaat wel vrij hard op deze manier. Ik dacht, nou, dan ga ik er even bij liggen. Misschien trekt het nog weg. Dus toen lag ik ineens vier hoog in een oud verlaten pakhuis. Niemand in de buurt. En het enige wat ik nog kon denken was, zie je wel, ik had toch die overlijdensverzekering even moeten regelen. Ik schiet dan gelijk in een soort doemscenario. Ik kan het heel snel, echt in een paar seconden kan het helemaal mis zien gaan. Hè? Dat ik denk, oh man. Oh, nou ja, ik ga dood. En dan zie ik het helemaal voor. Mijn vrouw in de schulden. Dochter naar een pleeggezin. Kippen naar het slachthuis. Ja, ik heb drie kippen ook nog. Corrie, Greet en Truus. Ja, ik heb ze namen gegeven. Dat schijn je niet te moeten doen trouwens. Las ik later. Als je namen geeft, ga je er te veel aan hechten. Dat wist ik niet. Maar goed, zo'n fout maak je maar één keer. Ik heb daarna dat dochtertje gekregen. Dan heb ik ook heel bewust geen namen gegeven. Nee, maar ik lag daar echt... Ik kan heel snel in paniek raken, echt waar. Ook met die dochter ook. In een paar seconden kan ik haar hele leven voor me zien. En dus ik zie het bij de puberteit altijd ontsporen. Ik weet niet waarom. Ik kan daar nu al helemaal van in paniek schieten. Een vriend van mij vroeg laatst, hoe is het met de slapeloze nachten? Ik zei, het valt nu nog wel mee, maar kom nog een keer terug als ze net 15 is geworden. Ik denk dat ik dan wakker lig. Oh man, zo'n puber. Dat ze dadelijk uit school komt met een of andere vage gast. En van, hoi pap, dit is Ricardo. Ik heb net een nieuwe telefoon van hem gekregen. Mooi, hè? Gisteren al een gouden kettingje. En we gaan nu naar een hotelletje in Valkenburg om zijn vriendjes te ontmoeten. Ik zou daar niet heel lekker van slapen. Of dat lijkt me nog erger, dat ze niet eens meer thuis komt, maar dat je alleen maar een sms'je krijgt. Dat lijkt mij het allerergste. Dat je gewoon midden in de nacht zo'n sms krijgt met van die puberproblemen. Van hoi pap, zit in Syrië, net uitgehuwelijkt, vindt niet meer zo leuk, kan je me komen halen. Weet je wel? Dat je denkt van ja, hallo, derde keer al deze week, jonge dame. Hè? Ik blijf niet rijden. Is Melissa er ook? Dan rijdt de vader van Melissa maar een keer. Het is mooi geweest. Ja, ik kan er nu al chagrijnig voor. Maar goed, ik lag daar op die zolder. Ik dacht, ik moet rustig blijven, geen paniek, helder blijven nadenken. Wat zijn mijn opties? En toen dacht ik ineens, ik heb natuurlijk gewoon een telefoon bij me. Ik was ineens zo blij. Ik heb een telefoon. Ik was ook zo blij dat ik nu door mijn rug ging en niet vroeger. Nee, maar je staat er niet bij stil. Maar je gaat ineens denken, ja, hoe deden mensen dat vroeger eigenlijk? Als je vroeger door je rug ging en je lag ergens vier hoog, niemand in de buurt, wat deed je dan? Ja, blijven liggen, ja. Je stond op of je ging dood. Meer opties waren er niet. Er moeten in de middeleeuwen af en toe lijken zo op zolder zijn aangetroffen. Ik moest ineens ook denken aan het verhaal. Er is zo'n verhaal van zo'n kerel, 2000 jaar geleden, dat ze dachten dat hij dood was en dat hij dan na drie dagen op mysterieuze wijze alsnog weer was opgestaan. Niemand wist wat er gebeurd was. Ik wel, door zijn rug gegaan. Dat kan niet anders. Nee, maar ik lag daar. Ik dacht, oké, ik moet helder blijven. Ik moet gewoon nu even bellen. En ik dacht, ik bel de dokter. En ik belde de dokter. Ik kreeg een assistent aan de lijn. Ik legde haar dit verhaal uit. Van, joh, ik lig hier. Gaat niet zo lekker. Ben door mijn rug gegaan. Alles doet pijn. Kan niet meer bewegen. Begin behoorlijk in paniek te raken. Wat kan het wezen? En wat kan ik hier aan doen? En ze zei niks. Ik hoorde het zo een beetje ratelen. En na een lange stilte zei ze, u kunt vanmiddag om 3 uur nog even langskomen. Ik dacht, oké, maakt ook niet uit. Ik heb ook geen dokter nodig. Ik heb een telefoon. Ik heb internet. Ik heb 4G'tjes. Ik kan natuurlijk gewoon even googlen wat er aan de hand is. Dat is mooi van deze tijd. En je kan elke ziekte die bestaat googlen. Je moet het niet doen. Dat heb ik ook ontdekt. Het probleem is namelijk, je hebt het ook altijd. Dat is heel wonderlijk, maar je gaat ziektes opzoeken. En je krijgt een lijstje met symptomen. Dat leest als een horoscoop. Je herkent er altijd wel wat van je eigen situatie in terug. Dus ik ging zoeken op de dingen waar ik het bangst voor was. Nou, klaplong had ik, heel duidelijk.
Acute hernia had ik ook. Ik had reuma, ik had jicht, ik had spit. Ik kon alleen de ebola uitsluiten. Verder had ik alles, echt.